Goedemorgen dames en heren, welkom bij het Smart Industry Event. Het is de eerste, maar geloof me, er zullen nog heel veel volgen. Het wordt echt een jaarlijks event. Er is natuurlijk ook heel veel te doen rondom Smart Industry. Hè? We gaan niet meer in bulk grote dingen maken en dan kijken of we het nog kunnen verkopen. Nee, we gaan vooral heel veel kleine verschillende dingetjes maken en het liefst pas als de vraag naar is. Dat kan dankzij al die digitale technologieën die we hebben. Maar die maken de dingen niet alleen efficiënter, maar vooral ook slimmer. Even wennen, het is de eerste keer, maar het bevalt wel. Het is leuk om hier gelijkgestoorde mensen met interesse te vinden. En vandaar dat ik ook hier ben, te kijken om netwerken en kijken om contacten op te doen. Ja, ik moet zeggen, deze wijze van verhoudingsgewijs kleine seminars, een hoog netwerkgehalte, is in vergelijking met zoals het een 20, 25 jaar geleden was op beurzen, is veel slagvaardiger en beduidend veel effectiever. Trends die wij in de gaten houden rond Smart Industry is hoe verandert de keten en met name de componenten in de keten op het gebied van ICT en waarom die van belang zijn voor onze infrastructuur die wij leveren. Vooral Internet of Things, integratie van de CAD-files in de automatische programmageneratie om industriële robots eenvoudiger en sneller te kunnen programmeren. Het is vooral het slimmer opereren in de keten. Dat is voor ons een smart industrie. Denk met minder mensen optimaliseren.